Josje Huisman. Hallo allemaal. Daar ben ik weer. En ik zat te denken, wat kan ik deze keer nu toch nog zeggen eigenlijk? Het lijkt toch allemaal beter te gaan? We zijn er toch bijna vanaf? We kunnen weer op de terrassen. En we mogen, ja, we mogen weer op vakantie. Onderweg hier naartoe hoorde ik op de radio dat in Nederland de meeste maatregelen weg zijn. Dus alleen nog de anderhalve meter en het nutteloze mondkapje in het openbaar vervoer. Maar ik geloof dat er achter de schermen nog van alles aan de hand is en dat het nog niet voorbij is. Maar wat ik ook geloof, is dat het tijd wordt dat we ons meer en meer op onszelf gaan focussen. In onszelf keren. In plaats van te veel bezig zijn met wat de ander doet, denkt of zegt. We doen het samen, samen tegen corona. Je doet het voor de ander, terwijl veel van die anderen daar niet eens om vragen. Ik zou namelijk niet willen dat iemand voor mij een experimentele prik neemt. Ik verwacht het niet van een ander. En een ander hoeft het niet van mij te verwachten om gewoon rustig zijn leven te kunnen leiden. En als het dan toch over onze gezondheid gaat, waarom zie ik nog steeds zoveel ongezonde dingen gebeuren? Als ze echt zoveel geven om onze gezondheid, waarom worden onze gewassen besproeid met pesticiden? Als ze echt geven om de gezondheid van onze kinderen, waarom wordt er zoveel reclame gemaakt voor ongezonde voeding? Zelfs nu, door onze nationale sporthelden. Waarom krijgen we geen tips om ons immuunsysteem te sterken? Iets meer gerustgesteld met accurate cijfers, zodat de angst wat kan zakken. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. We weten dat angst, stress en eenzaamheid letterlijk kan leiden tot ziekte. We zouden dus angst, stress en eenzaamheid moeten zien te vermijden. Het zijn spannende tijden en ik maak me soms ook zorgen over waar het allemaal naartoe gaat. Kon ik tot nu toe mijn kleine kindje nog enigszins uit de gekte houden, komt er voor de grotere kinderen, na die mondkapjesplicht op scholen, nu ook voor hen de uitnodiging, de mogelijkheid of de druk om een experimentele prik te krijgen alsmaar dichterbij. Kinderen, zij zijn vitaal, gezond, onschuldig en vol levenslust. Zij weten nog wat onvoorwaardelijke liefde is. Zij staan nog dicht bij de bron van waar het in het leven echt om gaat. Zij leven vanuit hun onbevangen hart. Het mooiste wat we hen kunnen meegeven is dat ongeacht welke keuze zij maken, zij er mogen zijn. Dat zij ons niets verschuldigd zijn. Het is al een paar keer gezegd, maar kinderen zijn vaak veel wijzer dan volwassenen. En wij willen het misschien niet toegeven of zien. Maar eigenlijk zijn zij hier om ons iets te leren. Wij zijn er om hen te ondersteunen en enigszins de weg te wijzen. Om het goede voorbeeld te geven. Maar laten we hen daarom niks opdringen waarvan wij niet zeker weten of het goed voor hen is. Zij hebben straks niks meer te kiezen. Weet je zeker wat je doet? Is het een keuze van niet al te veel nadenken en meegaan met de meute? Puur om deze zomer op vakantie te kunnen gaan? En wat met alle zomers die nog komen? Je kan ook gewoon nog even wachten. Ik wil jullie niet te veel belasten met mijn zorgen hoor, maar soms ben ik bang dat de vrijheid die wij kenden tot het verleden behoort en dat we komen vast te zitten in een systeem van controle en buitensluiting. Laten we ervoor zorgen dat de spontaniteit waarmee het leven gevuld zou moeten worden, of moeten zijn, niet iets wordt wat we ons nog vaagjes kunnen herinneren. Laten we om ons heen kijken en zien hoe mooi dingen ook kunnen zijn. Laten we daarop focussen. En kijk eens naar hoe kinderen kunnen spelen en daar helemaal in op kunnen gaan. In het moment, met geen andere zorgen aan hun hoofd. Ik weet dat het niet altijd zo simpel is of kan zijn, maar probeer het eens. Het leven hoort licht te zijn en fijn, want er gebeuren constant kleine mirakels en magische wondertjes. Je moet er alleen oog en misschien een beetje rust en stilte voor hebben. Waar licht is, is ook schaduw en donkerte en dat is nu meer dan ooit zichtbaar. Het is onze uitdaging om het te zien en te erkennen, zodat het niet nog groter hoeft te worden dan dat het al is. Als we dit allemaal dagelijks gaan proberen, komt er hopelijk wat meer balans in onze wereld. En dan ga ik even afsluiten met dit. Discriminatie, uitsluiting, minachting, spot hoort niet bij een oprechte samenleving. Iedereen moet gerespecteerd worden en gelijk behandeld. Dingen mogen niet opgedrongen worden. Liefde heeft tijd en geduld en geen voorwaarden.
Voel jij het verschil tussen deze twee? Omkoping, chantage, manipulatie, controle of liefde, geduld, acceptatie en vrijheid? Wat kies jij? Dankjewel. Dankjewel.